say you're the man, I'm a bad. All my niggas that like the hip hop, let me see you put your hand up. Landelijk overleg minderheden heeft besloten dat jongeren wat beter geïnformeerd moesten worden over wat vrijheid was en wat het begrip vrijheid eigenlijk inhield. En een van de aanleidingen was het incident wat toen plaatsgevonden heeft met het kransenschoppen op een dode herdenkingsdag door een paar Marokkaanse jongens in Amsterdam-Oost. En er is onderzoek naar gedaan door de Topics. Het is een jongerenafdeling van Twee Vandaag. En die hebben dus onderzoek gedaan, kijken hoe jongeren tegen vrijheid aankijken. Wat verstaan ze onder vrijheid? Wat is vrijheid van meningsuiting? Wat is vrijheid ook je kunnen bewegen, overal alles kunnen zeggen? En nou, dat alles bij elkaar genomen hebben we één avond van gemaakt. En dat is een avond die bestaat uit filmpjes die gaan we kijken met uitslagen over wat er allemaal is uit het onderzoek van Topics gekomen is. Maar ook waarbij artiesten, waaronder Rijmster, nummers hebben gemaakt op dit, zeg maar, thema. En dat gaan we ook aan de jeugd laten horen vandaag. Het is het vrij zijn, je kan doen wat je wil. Het lijkt soms wel zat, maar het is zo boeiend geheel. Rood en blauw. De grootste vrijheid voor mij is eigenlijk op dit moment dat ik in een land kan wonen. Waarbij ik de vrijheid heb om de mogelijkheid om het te ontwikkelen en ook dat te doen naar mijn eigen eer en geweten. Zolang je geen mensen kwetst, mag je alles zeggen. Bijna 83% voelt zich altijd vrij of meestal vrij. Iets meer dan 16% voelt zich meestal niet echt vrij of helemaal nooit vrij. En 1% kan helemaal niets met deze vraag. Het is al duidelijk, het gaat ook om jongeren die zich vrij moeten voelen. Het is belangrijk voor het LOM omdat we de vrijheidsgedachte onder druk staat ook in Nederland. In Nederland merken we dat er toch nog mensen zich onvrij voelen. Daarom is het juist belangrijk om nu ook met jongeren over de vrijheid te praten. Laat ze hun mening geven. En je merkt het in het filmpje ook, dat je aantal katten, hoe hoger de mensen opgeleid zijn, ze zich vrij voelen. Kennelijk is het zo dat als je iets presteert in de samenleving, je wat vrijer bent. En het tweede wat je in de film ook ziet, in het stukje ziet, is dat je in bepaalde ruimte, zeg maar de publieke ruimte op straat, je wat minder vrij voelt. Maar thuis voelen ze zich wat meer vrij. Dus dat is reden te meer om met elkaar hier over vrijheid na te denken. Waar kunnen jongeren echt zeggen wat ze denken? Thuis, zegt 91%. Op school, zegt 67%. Op straat, zegt 47%. Laat het los, we zijn vrij. Wat voor nein? Laat het los, we zijn vrij. Geketeld aan de massa, dus hoe kom je erbij? Wat heeft de vrijheid me gegeven? Ik heb een pinpas, rij in mijn auto. Ik draag een glimlach, kijk je niet aan, want dan zie je wat er binnen leeft. Oké, gaan we even reactie oefenen, hè? Laat het los, we zijn vrij. Ik zeg wat, zeggen jullie, laat het los, we zijn vrij. De haat, laat het los. Maar door de vrijheid zijn we allemaal verloren. Kijk eens op je tomtom, zie je waar het heen gaat? Of laak je langzaam uit je koers terwijl de wereld met je meepraat? We streven naar perfectie, ja. Niet meer eten hoor, nee anorexia. Jij bent een van de mensen in het comité van aanbeveling voor deze avond. Ja, hoe belangrijk is vrijheid voor onze jongeren? Heel belangrijk. Hebben ze door hoe vrij ze zijn hier in Nederland? Ik denk van wel, alleen ik denk dat de discussie gewoon wat meer gevoerd moet worden. Want vrijheid bepaal je samen met elkaar. En als je er echt iets over te zeggen wil hebben, dan moet je ook meepraten. Ja, en dan moet je vooral wel meeluisteren, maar dat is heel belangrijk.
Ouders mogen jou verbieden een relatie te hebben met iemand die ze niet zien zitten. Ja, dat mogen ouders, zegt 32% van de jongens. Meisjes houden minder van die bemoeienis, 24%. Geen enkel gevoel gaat vrijheid erboven. Maar als je er zoveel tijd komt, iemand het geheid weer is verkloten. Beloof je, dat is geen grap, dat ik een vrije vogel ben. En altijd was, altijd zal blijven, zolang ik maar kan schrijven. Elke nacht, dus kom mijn laatste dag, zet dan op mijn graf. Degene die rust is vrij, van zijn eerste tot zijn laatste stap, ik ben vrij. Hey, jij, Ray. De directeur integratie beleid, en dat is mevrouw Marlen Heijme. We gaan even samen. Hey! Even rustig, hè? Anders kom ik naar beneden en dan ben ik niet meer zo vrij, geloof me, alleen nog vrij in een rolstoel. We gaan even kijken. Ik ben net lange Frans vanaf, sorry. We gaan even kijken naar een filmpje. Laten we dat eens doen. De islam is een achterlijke godsdienst. Mag je dat zeggen? Ja, zegt 8% van de moslimjongeren. Ja, zegt 36% van de andere jongeren. Nederland is vol, mag ik dat zeggen? Nee, ja, je mag het wel zeggen, maar ik bedoel, ja, er komen toch wel mensen bij. Dus mensen kunnen zolang als ze willen het maar roepen, Nederland is vol, maar er komen toch wel mensen bij. Nederland is gewoon eigenlijk overbevolkt. Maar dat bedoel ik niet mee dat er geen buitenlanders binnen mogen komen ofzo. Ik vind persoonlijk dat vrijheid van meningsuiting ook altijd beperkt wordt door de vrijheid van anderen. Geldt trouwens voor ieder andere vrijheid. Je mag echt, je kunt alles zeggen, je mag alles zeggen, maar het is je vraag of het wel verstandig is om het alles te zeggen, of je daarmee wel respect hebt voor je medemens. Nou, ik dank u hartelijk voor deze toelichting. Ik ga u de eerste cd overhandigen van Vrijheid is Frictie. Die heb ik hier staan. Het is, daar staan de nummers op van Rijmster, van Risa en van Ervix. Ik zou zeggen, luister die daarna in de auto en dat is de mening van drie van onze belangrijkste rappers over wat vrijheid voor hun betekent. Want vrijheid betekent voor mij dat ik mijn mening kan uiten, doe wat ik wil doen en de boodschap die ik meegeef aan een ieder hier vandaag. Leef in vrede met elkaar, dan is het leven veel meer waard. Dat is vrij. Als ik aan vrijheid denk, denk ik aan naaklopen in de natuur. Het primitieve leven is toch niet al te duur. Als er vrijheid is, zie ik geen volkerenmoord. Geen beelden meer van een bewapende Jood en een Palestijn aan het kooi. Geen nieuwsbeelden meer van een stervende Afrikaan die van de honger zal vergaan. Maar eentje die zo rond is als de twee delen van Georgina Verbaan. Vrijheid gaat veel verder dan de meeste mensen weten. En het zou zonde zijn als je de inhoud ervan zou vergeten. Er is bijvoorbeeld wat de mannen vroeger deden. Die gingen naar een ander land en stalen alle teten. Dus die mannen werden rijk met de bewoners van het land. Trouwens, ga jij maar slapen nu gewoon. Melk weg, zeg het. Slaap en doe je ogen toe. Want je... Marre. Okay, dan. Hij gaat ermee door, toch? Hij kan ermee door. Melk weg, laat je nog één keer horen. Luister naar Piggy. Zeg oh. Zeg oh. Zeg oh, oh, oh. Wat? Zeg oh, oh. Oké, okay. Ga maar slapen. Morgen weer een nieuwe dag. Een nieuw gezicht, een nieuwe wereld. De een die noemt het vrijheid en de ander noemt het frictie. Het klimaat in Nederland is nu al jaren multiculti. Spreken doe ik met mijn hart, maar ik ken nog wel de grenzen. Ik zeg niet zomaar dingen, want ik wil echt niemand kwetsen. Dus laat me hopen dat mijn dromen niet voor altijd blijven komen. Want ze hinderen binnen immers kleine kinderen die zich benden voor te vroeg. Maar niet voor lang, ik doe mijn best in Amsterdam. Hip-hop. Dus als ik zeg, zegt iedereen in de melkweg, ja, zeg. Kijk die shit. Ook daar bovenin, hè? Niet smokkelen nou. Ik heb je in de gaten. Iedereen, melkweg, kijk die shit, zeg. Als je voelt hoe ik rap, zeg. Als je hoort wat ik zeg, zeg. Als je denkt dat er wat te veel trekt, zeg. Als je deze shit voelt, zeg. Als je weet wat ik bedoel, zeg. Ik zet de fuck uit je stoel. Iedereen, handjes in de lucht, ze komen weer terug, zeg. Reemster is terug, dus ik check dit. Hold me tight and don't let go. La 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 la. La 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 da 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 da. Oh, no. Oh, no. Oh, 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 oh.
vrijheid. Iedereen is vrij eigenlijk, maar we nemen het gewoon niet, weet je. We nemen die vrijheid gewoon niet. We claimen het niet. We claimen elkaar ook niet, die rust en die vrijheid. Snap je? Iedereen wil wat hebben. Geld, materiaal. Maar ze weten niet dat ze daar niet mee sterven, weet je. Het is gewoon stof, stof. Snap je? Je medemens is wat telt. En onthoud dat. Je medemens is wat telt. En kijk gewoon om je heen voordat je dingen zegt of dingen doet. Probeer te helpen. Want wat je zaait, is wat je oogst. Begrijp je? Dat is wat ik ervan vind. Perfect, perfect. Listen to me, motherfuckers, this shit is serious. Jongens, tot de volgende keer. Dankjewel en be free! Nou, ik vond het een geweldige avond. Ik had er graag wat meer mensen gezien. Maar de jeugd die er was, was heel enthousiast, deed goed mee. En ik denk dat we zeker hier aan vervolg moeten geven volgend jaar.